vooral hartelijk bedanken om hier massaal aanwezig te zijn op deze koude winteravond die nu net verlicht wordt. Met Campagne Rosa, samen met Verkeerd Geparkeerd en Casa Rosa, hebben we anderhalf jaar geleden een actie gevoerd tegen homofoob geweld in Gent, omdat er twee homomensen aangevallen zijn in Gent. We hebben toen eigenlijk de belofte gedaan om telkens als er LGBTQI+-foob geweld zich voordoet in de stad, om daar ook op te gaan reageren en publiek de ruimte te gaan innemen. Hallo iedereen. Eerst en vooral merci voor zo'n tal jaar aanwezig te zijn. Also, het is echt heel veel, fuck. Exact een week geleden zaten Nick en ik nu in een koffiezaak. Enorm in shock en enorm in ongeloof van wat het avond ervoor eigenlijk gebeurde. En toen heeft Nick de tekst geschreven die jullie allemaal waarschijnlijk wel hebben gelezen. In de krant of op Facebook. En we zijn nu 7 dagen verder. 7 dagen vol emotie, commotie, vragen. Maar jammer genoeg in feite zonder een antwoord. Doe aangifte, zoek hulp. Geef toe wanneer het eventjes niet meer gaat, laat hulp toe en zie de echte vrienden rondom je nog net ietsje liever. Hoe de maatschappij ons bekijkt valt niet te lezen in de laffe daad van vorige vrijdag. Waarin de alles omarmende vriendschap van Bruce, de onvoorwaardelijke steun van onze vrienden en familie, de duizenden steunbetuigingen van onbekenden en van jullie aanwezigheid hier allemaal vandaag. Dat geweld, intolerantie, haat onaanvaardbaar, verwerpelijk zijn. Overal en zeker in dit mooie Gent, in dit diverse Gent. Want als er één ding is die Gent typeert, dan is het die diversiteit die we omarmen. Het respect voor iedereen, het respect voor de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Ongeacht religie, ongeacht geaardheid, ongeacht overtuiging, dat we samen in vrede kunnen leven. Zoek hulp, steun op je vrienden, steun op je familie, en wees jezelf. Het is gewoon belangrijk dat we elkaar blijven steunen, blijven duidelijk maken dat homo, lesbian, queer, everything, dat er nog altijd belangrijke rechten zijn.